Hallo allemaal. Goedemorgen. Nou, waar zijn we vanmorgen wakker geworden? In Vlissingen, Zeeland. Vlissingen, Zeeland. Hoe komen we hier terecht? Nou, dat ga ik je vertellen. Gisteravond was hier de opening van Film by the Sea, waar de film Perfect Days draaide. En toevallig werk ik voor Paradiso Film Entertainment, die de film 14 december uitbrengt in de bioscoop. Als ik tegen jou zeg, gaan we kringlopen in Zeeland? Dan is het een soort militaire operatie, kwam ik gisteren achter. Dus Lijn, laat maar eens even zien wat je hebt gemaakt. Ik heb een route uitgestippeld. Is het gelamineerd? Ja. Ja. Het is warm vandaag. Dan gaan we zweten en zo. Papiertjes overleven het eind van de route niet. Het is vandaag ook een speciale dag in Zeeland, want er zijn heel veel rommelroutes. Dus, Zeeland, rommelroutes, complete schema's. En heel veel kringlopen hebben ze hier ook. Ja, dus ik heb ook hele lieve volgers gevraagd op Instagram, waar moeten we heen? Dus daar gaan we ook nog even langs. Laten we gaan. Hey ho, let's go. Nou, jongens, als er staan leuke spullen, dan heb je me natuurlijk, hè. Maar wel tussen aanhalingstekens, dus dat vind ik dan wel weer spannend. Die is leuk. €15. €5? Tering. Die vind ik leuk, maar die is €15. Kimchi. Waarom is deze dan 10 en deze dan 6? Oh ja, hapje eraf. Dit is wel veel geld hoor, €75 voor dit. €500. Het hout is wel heel mooi. Ik vind het niet heel goedkoop tot nu toe. Maar het gaat wel naar het goede doel. Dit is dus niet veel, €20 voor die plaat. Tenminste, wie gaat op Katowiki wel eens voor 100 of zo? Dit is denk ik wel echt Vlissingen, dat je een matrozenpakje tegenkomt. Dit is een heel goed kapje. Een tientje vind ik wel een beetje veel voor allebei. Het is ook wel grappig. Dit is echt oud voor €99. Ik heb geen mandje, maar ik heb er ook nog niks in liggen. Ik heb een Rembrandt gevonden. Kijk, en dat voor €2. Oh, dit theekastje. €50. Oh, wat is voor lampenkap. Met allemaal vogels erop. Er zit wel een gat in. €49 voor de hele lamp. Ik vond deze dus fantastisch, maar er zit dus een barsje aan de binnenkant waarvan ik bang ben dat die ook aan de buitenkant komt en dat is een beetje jammer. Ik ga met de volgende vintage markt wat platen verkopen, had ik bedacht. Dus ik heb nog een leuke Nashville plaat en een tas met een vasie en een glaasie en een blik. Dus ja, ik dacht even dat het niks zou worden, maar ik ben op zich wel geslaagd. Oké, dat was winkel 1. Hoe heette deze ook weer? De Vlissingen loodsverkoop. Oké, die zit er nu op. En waar gaan we nu heen op het monsterschema? We gaan nu naar de rommelroute in de wijk Griffioen in Middelburg. Waar is de rommel? Oh, ik zie wel iemand met een rollator, dus daar past wel rommel in natuurlijk. Achter ons hebben we in de wijk hebben we 1 tafel met rommel gevonden. Dus daar gaan we nu naartoe. Tot nu toe. Je weet het niet. Positief denken, heel goed Lijn. Nou, hier is dus rommel. Ik heb een olielampje gevonden. En zo'n roze leuke art deco-achtige schaal. En dan ook nog een stapeltje van dit soort schaaltjes. Het is een soort drive-by shopping, want ik heb geen zin om nu de auto uit te gaan. En je ziet gewoon van, oh ja, die kinderjasjes laten we even. Oh, kijk, dat schilderij is leuk, hè? Is dat zo'n nummerschilderij, denk je? Ik durf je niet te zeggen. Nee, maar dat laten we eventjes. Daar was iemand aan het verkopen. Dat is een beetje handelaargevoel. En nu is er nog een soort parkje momentje. Even loeren. Deze kaart kregen we dus, maar ja, wat moet je hier nou? Ik weet gewoon niet wat is. Dit is een soort speurtocht. Ja, deze heeft het al opgegeven voor vandaag, volgens mij. Het is hier wel de moeite, ja. Het is hier wel veel. Nou jongens, jeugdsentiment. Kijk nou wat we net vonden. Dit is toch heerlijk. Ja, dit hele woonerfje is hier gewoon spul.
Kijk, de kabouterschool. Deze zag ik even niet aankomen in september. Echte Zeeuwse bolies met room. Want het is lunchtijd. En we zijn in Zeeland. We zijn inmiddels in Goes. Nobel Kringloopwarenhuis. Of Nobel. Misschien. Nobel, ja. De klemtoon. Misschien. Dit was een tip van zowel Carlijn, Marion en Babsje op mijn Instagram kanaal van Spullen, Spullen, Spullen. Want ik vroeg dus welke kringloop in Zeeland mogen we niet missen. En ze kwamen alle drie met deze. Dus de verwachtingen zijn hopelijk niet te hoog. We hebben iets gelezen van 1200 vierkante meter. Oei. Ja. We wilden eigenlijk ook nog een andere in Goes. Goed en gebruikt. Dat was ook een tip van een paar mensen, maar die was al dicht. Die is alleen maar open tot 2 uur 's middags of zo. 1 uur. Te kort. Ochtend. Te kort. Dus we gaan nu naar Nobel of Nobel. Misschien is er wel een Zeeuwse klemtoon waar we niks van weten. We gaan nu naar binnen. Het is 32 graden buiten. Ik hoop dat ze airco hebben. Ja. Ik ruik wel een beetje een luchtje. Het ruikt hier wel naar kringloopwarenhuis. Nou, de kleding slaan we even over. Luister, Minelli. 3,50. Dat is wel een mooie hoes. Deze twee gaan mee, die andere heeft een hapje eraf. Heel erg leuk dit. Ja, nou, dat hoeft voor mij ook weer niet. Deze vind ik ook leuk, maar die laat ik toch maar staan, denk ik. Twijfel. Deze laat ik ook eventjes aan mezelf voorbij gaan. En daarachter staat nog een zebra. Kijk. Nee, die slaan we ook even over. Dit vind ik veelbelovend, dit randje hier. Dus dit is het Tupperware, doen we even aan de kant. Die is leuk, maar is er al... Ja, het is een beetje saai. Nee, dit was leuker. Kristal. Hier gaan we eens even in de snuisterijen. Oh, dit zijn van die glazen, die kan je dus niet echt neerzetten. Dus dan heb je een feestje of zo. En dan moet je dus de hele tijd met zo'n ding in je hand staan. We gaan nu even zien hoe het eruit ziet. Lijn, jij bent nu op een feestje. Ja, je neemt een slokje. Lala. Oh, ik wil hem even wegzetten. Waar dan? Ja, nee. En hoe gaat die in de afwasmachine? Ik vind deze schaal echt fantastisch. Ja, jij bent hier niet fan van. Maar ik zie gewoon een ovenschaal. Ik zie een fruitschaal. Ik zie er van alles in. Ik zoek dus eigenlijk ook nog een beetje zo'n soort schaal. Want kimchi die eet en drinkt dus uit dit soort schaaltjes. Maar er is van de week eentje iets te hard neergekomen. Dus... even een nieuwe vinden. Kijk, dit is ook gezellig. Dit is gezellig. Deze heb ik nog nooit in het geel gezien. Maar ik laat hem toch even staan. Ik neem zoveel ruimte in. Ik zet hem even op een mooier plekje. Wat is dit dan? Oh, €45. Een beetje Art Deco vibes krijg ik hiervan. Draaien is deze iets groter en iets kleiner. Zal ik ze kopen en opnieuw schilderen. Deze zijn ook al niet even hoog van elkaar. Wat is dat dan, hè? Dit is ook zonde, hè? Dat er dan zo'n hapje af is. Voor 2,50. Oh, nog een hapje trouwens. En nog een hapje. Dit is een beetje het terug in de tijd hoekje, lijkt het. Weet je, lekker donkere meubeltjes. Winkelwagentje af van alle letteren. Dat werk. Dit bedje lijkt wel een soort botsenauto of zo. Deze stoelen kan je dus best wel goed opknappen. En dan zijn ze nu samen voor €45. Kan goedkoper, maar het zijn wel echt een mooie oude stoelen. En dit kastje vind ik dus ook wel grappig. Maar hier moet je ook echt nog mee aan de slag. En deze is €95. Ik heb het idee dat ze niet echt zin heeft in de bruiloft. Er ruikt hier iets naar kringloop, heel erg. Er ruikt hier iets naar een huis wat echt 50 jaar in de rook heeft gestaan. Wat is dit, meid? Ja, die is ook wel €25. Snap ik. Die klok is ook heel grappig voor €17,50. Die is ook leuk, €17,50. Dan vind ik dus eigenlijk dat deze even bij zijn vriendjes daar moet staan. Dus die ga ik stiekem even verplaatsen. Dus dan zet ik deze er gewoon bij. Dan zijn ze weer compleet.
Dit is het nu. Hier is dus ook nog een hoven met meubels en kleingoed. Kan ik toch even niet laten om er even langs te gaan. Enig voor 40 euro. Ja, dat past toch niet in onze auto nu. Wat vinden we ervan? Ik denk dat het nobel is, want ze hebben allemaal goede doelen. Prima kringloop. Ja, ik vond hem ook prima. Ik vond sommige dingen wat duur, maar dat is eigenlijk tegenwoordig gewoon overal zo. Dus, ja. Maar ook dingen dat je denkt van het is kapot, waarom kost het 17,50? Ja, dat heb je helaas ook op steeds meer plekken. Nou, als je de buurt bent, zeker even langs gaan, ja, inderdaad. Zeker. Merlijn kijkt even op de geplastificeerde schema. Wat is nu de volgende stap? Want ik denk dat we er eentje moeten skippen. Dus. Ja, we gaan even nu. We gaan nu naar de rommelroute in Waarden. Zonder N. Ja. Kijken of we spullen van Waarde kunnen vinden. In Waarde. Rommelroute, here we come! Je hebt net een schemaatje opgehaald bij een huis. Ja, op het infopunt. Ik denk dat we nu hier zijn ergens. Nou, laten we gaan kijken wat er is. Raadhuisstraat. Hoe lang is het nog? Nu loopt het 4 uur. Zo pittoresk hier, jongens. Nou, en hier is wel veel spul. Ja. Oh, kijk Barbie. Ik vind het hier een beetje leeg eigenlijk. Oh, ik zie daar een tent. Ik zie een tent. Kom nog eens op plekken, mensen. Ja. Ja, nee. Ja, oké. Okay. Ja. Daar staan mensen. In de verte. Nou, is het wel einde middag? Einde route, Rijn, maar ik vind het een beetje weinig. Ja. Jij had mij spullen beloofd. Ik ga niet over de organisatie hier, hè? Ik dacht van wel, want je hebt een gelamineerd schema mee. Dus ja, je weet. Ja, maar ik heb keurig gezegd waar we de route konden halen en die was er. Dat ze er niet op zitten, daar kan ik niet van doen. Ik ben teleurgesteld. Kijk, spullen. Barcelona. Oeh. Die lijkt me heel pittig, ja. Ik denk niet dat dit een echte Louis Vuitton tas is. Dan moet je hier dus eigenlijk een beetje dat geluid van die krekeltjes onderdenken, weet je wel? Van prr, 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 van stilte. Je kan hier echt een kanon afschieten. Ja, deze slaan we ook even over. Ja, het is gewoon een beetje klaar voor vandaag. Is dit de laatste twee, ja, denk je? Ja, puur wel. Als het hier niet is, dan is het er niet. We zijn ook wel wat laat, hè? Kijk, Lijn Levensweg. Oh, dat hebben we veel gespeeld, hè? Nee, dit is klaar. We zijn aan het opruimen. Hier was de grote rommelmarkt. Oeh, 32 graden is misschien niet de beste dag om dit te doen. Maar ja, nee. Zo is het leven. Het is beter dan misschien kleurende regen en onweer. Je hebt gelijk. Wat hebben we geleerd vandaag? Rommelroutes. Ik vind het wel super leuk, maar je moet wel op tijd gaan. We waren vanmorgen op tijd bij een andere route. Toen hebben we wel wat gescoord. Maar we zitten nu gewoon in een dorp met heel veel jonge mensen. Dus dan, die hebben weinig oud spul. Ja, en dat zoek ik dan. Jij hebt nog bij de kringloopwinkel wat gekocht. Ik heb wel wat spullen gekocht. Je hebt vroeg gepiekt vandaag. Ja, misschien wel, hè? Ja. Ik ben op zich niet ontevreden. En wat ik ook net zag op mijn telefoon. We hebben meer dan 10.000 stappen gezet. Dus win, win, win. Ik vond Zeeland leuk, alleen ja, er zijn heel veel winkels wel open op vrijdag alleen. Ga op een vrijdag en een zaterdag. En dan eigenlijk in de middag op zaterdag is het al een beetje lastig. Dan kan je gewoon weer terug naar de rest van het land als je daar vandaan komt. Maar ik vond het wel een heel geslaagde middag. Lijn, dankjewel dat je mij met je geplastificeerde schema's hier doorheen hebt geloodst. Nou, we hebben behoorlijk gezweet, dus het was wel handig. Dank voor al je productiewerk en geregel. We gaan weer terug naar Utrecht/Noord-Holland. Dank voor het kijken allemaal. Ja. En ik zeg tot in de volgende provincie of ergens anders. Doei, doei. Doei.